ben 14 jaar geleden hier op de Binkhorst neergestreken als franchise-nemer van de Pro Voltaire Center Formule. Die zochten een ondernemer in Den Haag. En ik draai hier een autobandenverkoopzaak met montage mee, met het uitlijnen, het balanceren. En daarbij zijn we langzaam uitgegroeid naar wat reparatie en onderhoud met APK. Nou, dat is in het begin wel een moeilijke slag geweest, omdat ik zit natuurlijk verscholen achter het KPN-gebouw. In het KPN-gebouw zit ongeveer 22.000 ton puin, om en bij de 600 ton afval. Alle materialen worden gescheiden afgevoerd. We hebben bouwsloop, plastic, dat soort dingen. Hout wordt apart afgevoerd, ijzer wordt apart afgevoerd. Asbest wordt voor ons gedaan, dat doet een saneerder, die saneert het hele gebouw. Die maakt hem helemaal asbestvrij. En dan blijft er een restproduct over, dat is puin. Dat wordt vergruisd door de kranen die er nu staan. En uiteindelijk, als het gebouw helemaal plat legt, dan komt er een puinbreker. En dan wordt er een reepak van gemaakt. Betongranulaat. En dat wordt weer gebruikt in de wegenbouw. Nou, nadat het de debacle van de ontwikkeling Binkhorst niet doorging, kregen we ook al te horen via de BLF dat er wat gaande was, dat die Rotterdamse baan er toch wel zou komen. Eerst het Trekvliegtracé heette het eerst, geloof ik, en daarna is het Rotterdam omgedoopt tot de Rotterdamse baan. Maar voordat zo'n iets helemaal door de molen is en het protocols en alle goedkeuringen, milieus en plannen allemaal er doorheen is, en de eerste werkzaamheden gaan beginnen, dan ben je wel weer een paar jaar verder en dat is dus nu aan de gang. De gemeente is druk doen panden aan te kopen en ruimte te maken voor het project. We zijn met de voorsloop van het KPN-gebouw ongeveer 12 weken bezig geweest met om erbij de 9 à 10 mensen, voorslopers. En we zijn begonnen met twee grote kranen. En op het moment, zoals je ziet, staan we met 6 kranen. Staan we er. Vijf sloopkranen en één kraan om damwand te zetten. Sloop van de kelders, dat gaat gebeuren. Wordt de kelder in damwand gezet. Dan komt er een brommermaling omheen te staan. Dan wordt het water wordt weggepompt. Zouden we dat niet doen, dan komt de kelder. Zodra wij het puin uit de kelder halen, dan krijg je hetzelfde als een boot. Dan komt de kelder omhoog. Dan gaat die drijven. En dan komt de hele omgeving die loopt. Vliegt alleen naar de gat toe. Dus ze krijgen verzakkingen. Dus wordt damwand geplaatst. Er gaat brommermaling omheen. Puin gaat uit de kelder. Dus dan krijgen we vanzelf ruimte. Dan worden de kelderwanden worden gesloopt. Alle palen die eronder zitten worden gesloopt. En tegelijkertijd wordt die volgereden met zand. Het zand wordt verdicht. Zodra wij op een gegeven moment weer op gelijke hoogte zijn met het maaiveld, wordt de damwand getrokken. En zijn we klaar. Ja. Wordt het alles ingezaaid. Maar daar was ik achter verscholen. En voordat de mensen dan doorhebben dat er een Kasperstraat bestaat in Den Haag en dat straatje gevonden hebben, dat duurt wel even een paar jaar hoor. En als je dan maar zorgt dat je service en je kwaliteit op een hoog level ligt, dat je gewoon goede kwaliteit werk aflevert. En dan gaat het van mond op mond op mond. En ja, dan gaat het treintje, het balletje rollen en dan komt de loop erin. Ik ben een van de weinige pro-Voltaire-center ondernemers die zelf nog op de vloer staat. Dat is mijn ding. Nou ja, op een gegeven moment dan meldt zo'n sloper zich. En je moet toch heel goed in gesprek blijven met elkaar. Dat is ook gelukkig gebeurd en dat gebeurt nog steeds. Met de mannen van de gemeente, de van Kneinenburg die het mag slopen. We hebben regelmatig overleg van Ilke, we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen. De straat moet open of de straat moet half dicht. Er worden borden neergezet voor je. Ja, kwam een wisselseizoen voor mij aan de gang. En dan is het toch druk. Heb ik 40, 50 doorgangen op een dag. En dat is een hoop druk autoverkeer. Maar het in gesprek blijven met de sloper. Het afsluiten van de weg. Het doorgang. Ik moet altijd bereikbaar zijn. Dat hebben ze ook beloofd. Dat hebben ze ook waargemaakt gewoon. Het KPN-gebouw had wel een extra moeilijkheidsgraad. Doordat de APK OK er tegenaan zat. En die moest gespaard blijven. Ja, nog een moeilijkheidsfactor, dat was de Binkhorstlaan. Dus die mocht alleen 's avonds en 's nachts afgesloten worden. Maar gelukkig is alles goed gegaan. Het heeft heel veel moeite gekost, maar het is wel goed gegaan. Zonder schade. Ja, wat er nu ook gaat gebeuren is, de karwei gaat dadelijk weg. En
Ja, ik ga die plaats van Karwei innemen. Ik word dadelijk het hoekpunt van een Binkhorstkruising die mega is. Dus ik kom vol in de picture. En dat moet echt wel perspectief bieden.